ingelaste Thevia Actua. Goedenavond, dames en heren. Dit is Thevia Actua, die voor u een bezoek brengt aan de Vlaswijk. Waar onze nieuwe burgemeester, de heer Belaerts van Blokland, vanavond een drempel zal weghalen die de gehandicapten in de maatschappij de problemen geven. Tevens is deze samenkomst een toonbeeld waar u alle mogelijkheden zult zien die de gehandicapten het leven in deze maatschappij makkelijker maakt. Dames en heren, hartelijk welkom, in het bijzonder de burgemeester van onze goede stad. Internationaal Jaar van de Gehandicapten. U weet allemaal dat er het plaatselijk comité is. En anders dat plaatselijk comité heet ik u ook welkom. U hebt er misschien nog weinig van gemerkt. Ik moet u zeggen, er is nog een heel programma. Hoewel het jaar alweer ten einde spoedt. Maar een van die onderdelen is dan dus de tentoonstelling die er vanavond en morgen hier in dit gebouw van de Vlaswijk is. De oorzaak van dit alles. Ja, overal leer je van en overal doe je ervaring op. Een van de ervaringen die wij opgedaan hebben, is dat wanneer er een internationaal jaar is, wat dat dan ook mogen zijn, en je wilt er iets aan gaan doen, dat je een half jaar van tevoren moet gaan beginnen, om in ieder geval in het lopende jaar iets te kunnen realiseren. Dat heeft ons op een beetje parten gespeeld, maar dankzij de inzet van veel mensen uit onze samenleving, ik zal ze allemaal niet bij name noemen, zijn we er toch al in geslaagd om een en ander in gang te zetten. En ook die manifestatie die er vanavond is, is dankzij vele vrijwillige medewerkers. In het bijzonder wel, dat wil ik apart even noemen, de medewerkers hier van de Vlaswijk. Er zijn er een groot aantal, u hebt ze vanavond al gezien. Maar bij de voorbereidingen, ook vanavond en ook morgen, zijn ze geheel vrijwillig ter beschikking. En dat wil ik toch wel bijzonder onderstrepen, mensen die zelf ook veel met gehandicapten omgaan, die er iets van weten en die dan ook in deze dagen nog hun vrije tijd daarvoor beschikbaar stellen. Daarvoor zijn wij zeer erkentelijk. Beste aanwezigen, het is gelukkig nog net geen november, maar het is misschien toch al vrij koud om buiten te staan. Als ik zo denk hoe we hier bij elkaar zijn, dan kan ik bijna niet nalaten. En dan staan wij in stevige jassen en we staan al bijna in een soort cardboard overdekt. Hoe mensen het vroeger moeten hebben gehad die de moeite namen om een hagepreek bij te wonen. Wat zullen die gekleumd hebben? Nou, wij doen iets in het internationale jaar van de gehandicapten hier. Waar onze goede prinses Juliana, onze landsvrouwen, ook erevoorzitter van is. We hebben ook andere jaren. Ik denk aan een jaar voor de monumenten. Ik denk aan een internationaal jaar voor de stadsvernieuwing. Dan kunt u misschien denken, stadsvernieuwing, ach, dat gaat om een stad. Maar in een stad of in een dorp wonen ook mensen. Gaat ook om de mensen. Net als een jaar eigenlijk voor gehandicapten. Waarom organiseren we met elkaar zo'n jaar voor gehandicapten? Voor een speciale groep. Om ze daarna weer te vergeten, die speciale groep? Of is het iets net als het blauwe zwaailicht om eens extra de schijnwerper op te zetten? En om eens extra duidelijk te maken dat er mensen zijn in onze samenleving die misschien toch net iets meer hulp nodig hebben dan anderen. Is dat de intentie van zo'n jaar? Dan gaat het eigenlijk niet om het jaar. Dan gaat het om het denkbeeld dat je andere mensen in de samenleving kunt helpen als medemens om dat vast te houden. Gedurende een langere tijd. Ja, overigens, ik denk dat we het geen van allen weten. Wat is gehandicapt? Is gehandicapt anders zijn dan een gezond mens? Weten we dat eigenlijk precies wie gezond is?
Je ziet heel vaak gezonde mensen, als ze een gehandicapte ontmoeten, erg stumperen. Dan weet je niet goed met je houding een raad. Dat is eigenlijk ook een vorm van gehandicapt zijn. Mag je dan ook voor geopend verklaren? Dat is weer een volmaakt overbodige bezigheid die burgemeesters wel eens meer moeten doen. Maar nou zal ik letterlijk de zaak opengooien door dit dan te gaan verwijderen, als dat mag. Maar inmiddels staat er één deur al spontaan open. Maar dat was een foutje uit de regie. Die gaat weer in. Goedenavond. Mag ik misschien heel even wat vragen, burgemeester? Wij zijn van de TVA Apeldoorn en wij willen vragen wat uw indruk is van deze manifestatie. Nou, ik ben de manifestatie nog niet helemaal overgewandeld, dus ik ben nog maar halverwege. Nou, ik heb al heel veel gezien. Nou, onder andere allerlei problemen die ook voorgelegd worden van de mensen die wat te klein zijn, bij wijze van spreken met telefoons. Dat je zegt, ja, we zouden misschien toch vrij gemakkelijk wat kunnen doen als we zouden standaardiseren met, bij wijze van spreken, lagere waarschuwingsknoppen in een bus, telefoontoestellen in openbare cellen wat lager. Ach, dat zijn vindingen die misschien helemaal niet eens zoveel geld kosten. Maar je moet het wel weer standaardiseren, dus moet je anders. U zit dat soort tentoonstelling, zo'n expositie, daartoe bijdraagt om dat soort zaken wat meer op voetlicht te brengen. U ziet het wel als de niet-gehandicapten meedenken voor de gehandicapten? Ja, ik vind het duidelijk een ontmoetingsgelegenheid waar de gehandicapte gelegenheid krijgt nog eens extra met allerlei gezonde mensen in aanraking te komen. Trouwens, wat is gezond? Maar bovendien, de gezonde mensen kan duidelijk maken wat zijn of haar eisen zijn, of zeg maar vragen zijn, om voortaan de maatschappij wat anders in te richten. En dat geldt natuurlijk zowel het uiterlijk als bij gebouwen, doel ik op. Maar ik denk dat zo'n expositie ook best belangrijk is om elkaar wat beter te begrijpen. Van Gutter zijn inderdaad kleine mensen op de wereld. Er zijn inderdaad mensen op de wereld die niet goed zich kunnen redden. We bouwen in onze maatschappij alles nogal in bepaalde hokjes, segmenten. Bejaarden bij elkaar, gehandicapten bij elkaar. En dan kom je ook niet. Daar wil u eigenlijk wel vanaf. Dan vind ik dit een hele goede zaak. Dat je met elkaar komt. Burgemeester, dank u wel voor de onderhoud. Thank you.
Goedenavond, dames en heren. Dit is het einde van TVA Actua. Ik wens u een hele plezierige avond. Goedenavond, dames en heren. Dit is een reclame van Postgehandel Brinkhof, Nieuwstraat 23. Wilt u iets met de feestdagen geven, een mooi cadeau, kom dan eens even bij ons binnen. Wij zijn goed gesorteerd in alle landen van Postzegels albums, zowel in kristal en normaal uitvoering. Wij zijn tevens goed gesorteerd in FDC albums, zowel van Davo, Importa en Van de Man. Zo zijn wij tevens goed gesorteerd in postfrisse zegels van vele landen plus gestempeld. Tevens hebben wij voor u vele muntalbums, zowel voor albums van Willem 1, 2 en 3, Wilhelmina deel 1 en 2 en Juliana. En Beatrix zit deze maand in de reclame geen 29,95 maar 25 gulden. Muntpladen geen 1,75 per stuk, maar 10 voor 10 gulden. Munthouders, punzetten of loops. U vindt in onze grote assortiment vast wel een cadeau voor de feestdagen. PS, let op onze speciale Sinterklaas-etalage. Er komt in wat u op moet lossen. Tot ziens in de Brinkhof. Voor pech bellen naar Autoglas aan de Zwolseweg. Kijk, dit is mevrouw Pechmans. Ja, en ik moest weg, want ik wilde op vakantie, maar die auto wilde maar niet starten. Oh, bah! Ik wist niet wat ik moest doen. Nou, en toen dacht ik opeens aan Autoglas Apeldoorn. En die heb ik gebeld. Oh ja? En duurde het lang voor ze u kwamen helpen? Nee hoor. Het duurt nooit lang als je Autoglas Apeldoorn belt. Kijk maar, daar komen ze al aanrijden. Ze waren er zo. En hij startte meteen weer. Ja, voor pech bellen naar Autoglas aan de Zwolseweg. En toen was ik al een aardig eindje op weg en toen spatte er een steentje tegen mijn voorruit. En ik schrok. En wat deed u toen? Heeft u toen weer Autoglas Apeldoorn opgebeld? Ja, wat dacht u? Of dacht je dat hij vanzelf heel werd? Nee, voor pech moet je bellen naar Autoglas aan de Zwolseweg. Kijk, ze komen zelfs naar je toe. En voor je het weet, zit zo'n ruiter weer in. Ja, dit is moeilijk te geloven, hè? Maar je ziet het. Zo, repareerden ze ook uw uitlaat? Dus Autoglas is niet alleen voor ruiten en startproblemen? Oh nee hoor. Ze helpen bij startproblemen, ze leveren accu's en ze monteren autoruiten, trekhaken, uitlaten en zonnedaken. Zonnedaken? Ja, kijk maar. En niet alleen voor de zomer, want in de winter heb je ook wel eens behoefte aan wat extra licht en lucht. En weet je, deze meneer van Autoglas vertelde me dat je deze maand een aantrekkelijke korting op het inbouwen van zo'n zonnedak krijgt. Nou, en ik zei,
monteerde mij meteen ook even een trekhaak aan. Want die heb ik ook nog nodig. Waarom? Maar mevrouw Pegmans toch. Dag, bedankt voor uw aandacht en tot ziens. Ga ook eens zonder pech naar Autoglas aan de Zwolseweg. Aan de Zwolseweg, net even buiten de bebouwde kom van Apeldoorn, vindt u autobedrijf Bultman, gespecialiseerd in het verhuur van bedrijfswagens. Leveren wij alle merken auto's nieuw, onder volledige garantie. Tevens doen wij een autoverhuur, zowel personen als bestel, vrachtwagens en autoleasing. Doen wij allerhande reparaties aan alle merken auto's. Of het nu een personenwagen of een vrachtwagen is, maakt ons niets uit. Reparatie aan motor, versnellingsbak, kardan of elektrische installatie, alles kan. Wij hopen ook u eens van dienst te kunnen zijn. En dan kunt u nu kijken naar een spionagefilm. De film gaat over een jongeman die vanuit Griekenland een filmrolletje meekrijgt om het in New York af te leveren. Hiermee begint alle ellende voor deze jongeman, omdat heel veel belangstelling hebben bij dit filmrolletje. Gaat u er maar eens lekker voor zitten, want deze film is echt de moeite waard om naar te kijken. Veel plezier!